Ja, vrienden. Het begon allemaal bij de Maarten van Rossum. Ja, want die beweert dus, hè, dat hij zeker weet, als het wetenschappelijk wordt onderzocht, hè, dat het merendeel van de kijkers van Vandaag in Sight, hè, dat die zwaar onder de 100 komen qua IQ. Ja, 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 dat beweert hij. Dus ja, ik dacht bij mezelf, nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga eens eventjes dan een IQ-test doen. Want ja, nu begin ik toch voorzichtig aan mezelf te twijfelen, ja toch? En, maar ja, ik heb dat nog nooit gedaan. Een IQ-test, weet ik veel. Dus ik ga op de Google en ik ga IQ testen. Nou, vrienden, waar je dan in terechtkomt. Nou, wat is dat? Een doolhof. Ja, dat is een doolhof. Dat is een gekkenhuis. Dat slaat helemaal nergens op. Nee, want wat voor vragen krijg je dan? Van ja, zet hier het volgende cijfer bij, weet je al. Dan krijg je dus 4, 12, 28, 56, 3. En wat is dan het volgende cijfer? Dat is hem dan. Ja, hé, hey, hallo. Dan ben ik toch... En dan moet ik daar het antwoord op weten. Weet je wel, het zijn allemaal vragen in de sfeer van... op de Zuidpool zitten 637 pinguïns. Ja, en de 112 pinguïns die krijgen griep en die zwemmen weg van de ijsschots. Ja. En die gaan eventjes naar het pinguïnziekenhuis. Nou, en die zijn weg. En in de tussentijd worden er toch nog 25 pinguïns geboren. Ja, die zitten dan ook op de ijsschots. En dan breekt de ijsschots in tweeën. En hoeveel pinguïns zitten er dan op iedere ijsschots? Ja, dat soort vragen allemaal, vrienden. En daar moet ik dan antwoord op weten. Weet je wel, of ze hebben raadseltjes voor de IQ. Een raadseltje, zo van, geen van de vrouwen is trambestuurder. Tja, alle hoerenlopers zijn trambestuurder. Conclusie, alle vrouwen zijn hoerenlopers. Ja. En klopt dat dan, ja of nee? En daar wordt dan aan afgemeten je IQ. Ja, hè, de Maarten. Dan begrijp ik jouw conclusie wel van je wetenschappelijk onderzoekje. Hé, wetenschap, met je IQ, gooi het in mijn pet.